Dag dokter, wat vind jij van het rookverbod? Dat was een natte droom van Snorremans in Duitsland. En 80 jaar later heeft die andere kanselier Merkel dat doorgevoerd in de EU. En dus de mensen mochten er mee roken op café. Gevolg, de cafés gingen massaal failliet. Nu, op het ogenblik dat de cafés zullen heropenen, moet obligaat het rauchverbod afgeschaft worden. Zodat de mensen weer naar café komen, ademtoog kunnen hangen en hun sigaretten kapaffen terwijl ze een klappeke doen op minder dan een meter en een half met de waard of de waardin. Enkel zo zal onze horeca van een failliet kunnen gered worden. Zijn er geen fascisten die roken? Fascisten roken meestal niet. Hitler rookte niet. Mussolini rookte niet. Ja, die zijn voeten roken, maar dat was een andere zaak. Maar fascisten, met Hitler, die waren tegen het roken. Hij was ook tegen vlees eten. Het was een vegan. Mm-hmm. En hij was ook tegen drinken. Het was een AA, want hij zei, mensen die vlees eten, dat zet aan tot drinken. Mensen die drinken, dat zet aan tot paffen. Aangezien hij tegen roken was, was hij ook tegen drinken en tegen vlees eten. Alles klikte in zijn geblest hoofdje. Fidel Castro staat erom bekend dat hij heel dikke sigaren rookte. Was hij dan geen fascist? Fidel Castro was geen fascist, zoals de Franse zanger Serge Gainsbourg zong. Dieu est un fumeur de Havan, was Fidel Castro eigenlijk de god van Cuba. Vind je Castro leuk? Ik heb Castro heel graag. Ik heb met hem nog pinten gepakt en dikke sigaren gerookt. Tuurlijk, dat was een toffe knul. Wat vind je van Che Guevara? Ah, dat was een smeerlap. Die martelde mensen en ze hebben die dan op een poster gezet omdat die van ver leek op Jezus Christus, maar daarmee had hem niks te maken. Dat was een krapul. Ten andere, die rookte zo geen dikke sigaren. Van die nijdige sigaren. Dus als je dikke sigaren rookt, zijt je geen autoritaire klootzak. Absoluut niet. Neem nu Winston Churchill. Die rookte dikke sigaren. Winston Churchill, dat was de meest vreedzame mens die er ooit bestond. En de meest intelligente mens die er ooit bestond. Want toen ze vroegen hoe het kwam dat hij 90 jaar al geworden was, antwoordde hij: whisky zuipen, dikke sigaren roken en no sport. Is roken ongezond? Roken is ongezond voor uw portemonnee, want het kost. Ten andere, het houdt corona weg. Waar de rook binnenkomt, gaat de corona buiten. Corona verdraagt geen rook. Eigenlijk zouden alle mensen moeten roken. Dat is wetenschap. Dank u wel voor de les. De volgende keer leren we uw zindelijkheid. Is aan mij niet besteed.